Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe scan je QR-codes met een iPhone op iOS 11? Zonder dat je daar een extra app voor moet installeren. Ik leg het je uit in dit filmpje. Blijf kijken. Weet je niet wat een QR-code is? Bekijk dan de link die nu rechtsboven verschijnt of klik op de link in de beschrijving. Allereerst, iOS 11 moet op je iPhone geïnstalleerd zijn. Anders zal wat ik ga vertellen niet werken. iOS 11 geïnstalleerd? Oké, dan gaan we verder. Je moet eerst een instelling nakijken op je iPhone. We gaan naar instellingen. Ga naar camera. Hier zo. En hier zie je scan QR-codes. Dit moet op groen staan. Je moet het dus aanzetten. Dit is oké. We zetten de camera app, de normale camera app, aan. We gaan naar een QR-code. Wat je ziet is een QR-code met tekst en een link naar mijn kanaal. Ik richt met mijn camera op de QR-code en je ziet, open met YouTube. En je ziet dat daarop staat inhoud, abonneer jij op mijn kanaal en dan mijn kanaaladres. Tik ik daarop, dan gaan we naar mijn kanaal. Er verschijnen nu enkele QR-codes. Probeer ze maar eens uit met de camera-app. De eerste QR-code is mijn YouTube-kanaal. De tweede QR-code is een tekst met abonneer jij op mijn kanaal en dan het kanaaladres erbij. De derde QR-code is mijn Facebook-pagina. En de vierde QR-code is een Google Map die Hasselt laat zien. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me de 500 abonnees te bereiken. Of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!